Welkom alle UvA'ers en welkom alle volgers van Folia bij nu de vierde Inzoomen met Geert. Welkom ook crisismanager en bestuursvoorzitter van de UvA Geert ten Dam. Eerste vraag waar we altijd mee beginnen is, hoe is het met je Geert op dit moment? Ja, gelukkig. We zijn en blijven gezond, dus dat gaat goed. Ik merk wel naarmate de crisis langer duurt, dat we ons ook wel over een aantal zaken echt serieus zorgen gaan maken. Om wat voor zaken gaat het dan in jouw geval, Geert? Nou, waar ik mijzelf echt zorgen om maak, we krijgen nu toch wel steeds meer signalen van studenten die echt serieus in financiële nood zijn. Nou, daar zijn we de kop over aan het reden. Denk bijvoorbeeld aan studenten waar een stage of onderzoek in het buitenland is afgebroken, niet terug naar Nederland kunnen, niet naar hun thuisland. Nou, daar zijn we met een aantal dingen bezig. Kan ik mogelijk direct nog wat over vertellen. Ja. Docenten doen het echt top met onderwijs, maar tegelijkertijd zie je dat de werkdruk die al hoog is bij de universiteiten en bij de UvA stevig oploopt. Nou, dat is ook iets nu we in een marathon zitten en niet meer een sprintje van een paar weken, waar we ons ook echt zorgen over maken. Zorgen ook over wat doet dit nou op lange termijn met de kwaliteit van ons onderwijs als we de directe interactie kwijt zijn. We merken dat studenten, maar zeker ook medewerkers, WP, maar zeker ook OBP, weet je, op een gegeven moment vlieg je thuis toch ook tegen de muren op. We missen elkaar. Nou, dat zijn van die dingen. Nou, dat vind ik het leven niet vrolijk op het moment. En maak me ook wel zorgen wat dit voor de Nederlandse samenleving op termijn doet. Welke mensen, welke bedrijven, welke instellingen gaan op termijn mogelijk omvallen? Nee, dat wordt wel vaak gezegd over de mensen in de gezondheidszorg, die natuurlijk ook misschien wel een dubbele marathon lopen, om in jouw woorden te blijven. Maar jij zegt, dat geldt ook voor docenten, personeel hier en studenten. Dus daar zitten de zorgen ook wat jou betreft net zo hard. Ja, en het heeft denk ik niet veel zin om de zorgen voor gezondheidsmedewerkers te vergelijken met anderen. Weet je, laten we ons vooral zorgen maken om degene waarvoor je ook iets kan doen. En dat zijn bij ons studenten, maar zeker ook medewerkers, want het is echt niet makkelijk op het moment. Nou was deze week de persconferentie. Het leek, of het is, een hele kleine versoepeling van een paar maatregelen. Wat ik zelf nog een beetje onduidelijk vind, was de vraag of je bijvoorbeeld met stages en praktijkonderwijs op de universiteiten misschien wel onder stringente voorwaarden zou kunnen beginnen. Hoe heb jij dat gezien, Geert? Wat ik gehoord heb en de signalen die we natuurlijk ook via de VZNU en ook van OCMW krijgen, waar we nou mee in contact gaan zijn, is dat nu de versoepeling voor het basisonderwijs is. De scholen gaan in een bij deze tijd passende vorm. Aan 11 mei weer starten, daar ben ik echt heel erg blij mee, om heel veel verschillende redenen. Ik hoop dat als de ervaringen daarmee zijn opgedaan, het voortgezet onderwijs en dan ook mbo hoger onderwijs volgt. Maar dat zal toch echt stapsgewijs zijn. Kleine clubjes, kleine dingen, practica, wat klinisch onderwijs, tentamens die je niet online kan doen. De bibliotheek weer voor beperkte tijden mogelijk open. Want scriptiestudenten, ja weet je, die missen nu natuurlijk ook enorm hun boeken. Maar het is echt stapsgewijs. En we vragen dat nu ook, bespreken dat met de decanen, diep in de faculteiten. Want de faculteiten moeten daar ook hun eigen weg en mogelijkheden in kiezen. Het is toch maatwerk afgelopen. Nou denk ik zelf, maar dat is mijn persoonlijke interpretatie, zeg ik er meteen bij, dat het inmiddels ook wel steeds moeilijker wordt om voor de zomer daar nog dingen op gang te brengen. Mensen zijn natuurlijk ook langzamerhand gewend aan die manier van onderwijs geven en onderwijs volgen op afstand. En dan vraag ik me af, heeft het dan nog wel zin om voor de zomer weer heel veel op gang te brengen daar fysiek, terwijl dat misschien voor een zeer beperkte korte periode is? We hebben steeds gezegd, we doen het stap voor stap.
We hebben nu tot 1 juni ook door de RIVM-richtlijnen gezegd, geen fysiek onderwijs onder stringente voorwaarden. Mogen onderzoekers, studenten, medewerkers de gebouwen in om het een en ander te doen. Daar houden we aan vast. Groot opschalen, grote colleges, dat is toch op dit moment niet aan de orde. Niemand verwacht dat ook na 1 juni. Maar kleinschalige zaken kunnen wel. En een faculteit moet dat kunnen doen, uiteraard op een verantwoorde manier. Op zo'n wijze dat het past bij wat bij de faculteit nodig is en wenselijk is. Dus ik denk nog steeds, maatwerk is de sleutel en laten we doen wat kan en wat zinvol is. Een enorme opschalingsoperatie voor 4 weken, als het al zou mogen, waar ik een hard hoofd in heb, dat is natuurlijk niet nuttig. Maar kleine tentamens die je online niet kan vervangen, ga doen. We hebben het zo vast nog even over de online tentamens en wat daar rondomheen speelt. Ja. Studenten vinden, sommige studenten in ieder geval roepen op tot een soort extra compensatie nog, omdat ze onderwijs missen. Hoe kijk jij daarnaar? We zijn heel secuur steeds aan het kijken bij elke maatregel om te zorgen dat we studenten niet schaden, hun belangen. Dus we hebben heel zorgvuldig gekeken naar de BSA. Geen negatief studie binnen het studieadvies nu. Je hoeft ook niet aan te kunnen tonen, want dat is bijna schier onmogelijk, dat een studievertraging of te weinig studiepunten strikt door corona kwam en niet door iets anders. Dus we hebben overal gezegd, geen bindend studieadvies. En op dezelfde manier hebben we gekeken naar de overstap van de bachelor naar de master. Een verzachting van wat altijd de harde NIP heten, dus je mag de master in als bachelorstudent met maximaal 15 studiepunten die je nog in de bachelor moet halen, mag je toch je master starten. En dat zijn allemaal manieren om ervoor te zorgen dat we studenten zo goed mogelijk faciliteren in hun academische opleiding. Ja, het gaat bij sommige studenten ook echt om de financiën. Zouden universiteiten niet gezamenlijk bijvoorbeeld richting de overheid daar om compensatie kunnen vragen? Dat gesprek loopt nu bij OCMW. Wat kan OCMW mogelijk? Wat kan er meer gedaan worden dan enkel dat je nu ruimere studieleenfaciliteiten bij DUO hebt? Zelf binnen de UvA hebben wij natuurlijk het reguliere noodfonds waar studenten een beroep op kunnen doen. Dat kan ook nu, vanzelfsprekend. Tegelijkertijd realiseren we ons heel erg goed dat zo'n reguliere voorziening in de huidige tijd tekortschiet. Dus wat we besloten hebben, ik heb net daarvoor een filmpje voor de alumni opgenomen, is dat we een crowdfundingactie bij alumni starten om studenten die dat nodig hebben een steuntje in de rug te geven in deze tijd. Want er is echt een aantal studenten die financieel onder water dreigen te komen. En dat willen we niet. Nee, dat is duidelijk. Dat zal ook ongetwijfeld net als alle andere dingen onder een paar voorwaarden zijn. He, als je daar aan klopt, dat is helder. Het geldt ook om die overstap maar meteen te maken voor medewerkers, denk ik. He, die onder misschien flexibele contracten of weinig vooruitzicht ook in de problemen zouden komen. Wordt daar ook verder nog aan gewerkt? Ja, we hebben in het crisisteam eigenlijk van begin af aan gezegd, ons betracht goed werkgeverschap. Vanuit de UvA hebben we een continue financiering. Dus het is ook onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat door ons toedoen niet anderen omvallen. Nou, dat vind ik echt een morele verantwoordelijkheid die we hebben. Ook met het oog op de welvaart en het welzijn in de Nederlandse samenleving. Dus dat doen wij. Wij ontbinden nu geen contracten. We bekijken wat mensen thuis kunnen doen. We kijken wat mensen mogelijk aan andere werkzaamheden kunnen doen. We betalen voor een substantieel gedeelte mensen ook gewoon door. Ook als we er op welke manier dan ook geen werk voor hebben. Ook contracten met leveranciers ontbinden we niet nu. Nou, dat geeft in ieder geval iets van lucht en ruimte. Als we nog iets verder kijken,
En waar ik misschien, waar Mark Rutte het over duivels dilemma's had of moeilijke dingen, zou ik het ook moeilijk vinden om verstandige besluiten te nemen over hoe het dan in september weer verder zou moeten. Om maar eens wat te noemen, die evenementen zijn in ieder geval tot eind augustus. Vinden die geen doorgang? Nou, dat heeft ook gevolgen voor de intreeweek en voor alle andere weken waarin studenten toch normaal gesproken massaal met elkaar de stad en de universiteit leren kennen. Dat lijkt me voor jou ook een dilemma. Hoe gaat de UvA ermee om? Nou, dat grootschalige evenementen zoals een entreeweek of een opening van het academisch jaar in de aula geen doorgang kan vinden, dat is geen dilemma. Kan niet, is qua gezondheid onverantwoord, shit happens, is niet anders. Voor ons is de gezondheid van medewerkers en studenten en daarmee ook van alle andere mensen met wie ze in contact komen, is prioriteit. Er wordt heel hard nu al nagedacht bij de student services over alternatieve vormen van de entree. Want we willen natuurlijk onze eerstejaarsstudenten wel welkom heten. En ze ook van begin af aan binden in Amsterdam en aan de UvA. Dat is een groot goed. Daar wordt hard over nagedacht. We gaan absoluut het academisch jaar openen in welke vorm dan ook. En dat we kunnen echt aan meer dingen denken dan de klassieke opening in de aula. Kijk, wat mogelijk een dilemma is, is hoe zorg je dat je de gezondheid en de veiligheid van medewerkers en studenten borgt en tegelijkertijd onderwijs weer en onderzoek voortgang laat vinden. We hebben eens al zitten kijken, als je 1,5 meter afstand van elkaar moet houden, wat betekent dat dan voor het gebruik van de gebouwen? Nou, dan kunnen we pak en beet 25% van onze capaciteit gebruiken. Dan kan je al navoelen welke logistieke problemen erachteraan komen. En dan heb ik het nog geen eens over studenten die de panden inkomen voor een college. Of er weer uitgaan voor een college. Hoe ga je dat ordentelijk doen? Dus je hebt veel meer ruimte nodig. Je hebt ruimte nodig tussen de werkgroepen. Weet je, als je normaal op de gangen loopt, zie je studenten in en uit een lokaal dringen. Kan niet, daar moet ruimte tussen zitten. We roosteren nu voor een groot deel van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Redden we dat? Kunnen we bouwen op het openbaar vervoer? Want als mensen niet veilig in de tram en in de trein kunnen, dan kunnen wij natuurlijk de campussen niet openen grootschalig. Dus de dilemma's is vooral een logistiek probleem. Inrichtingsverkeer op de trappen, om maar eens een dwarsstraat te noemen, zijn allemaal van die kleine dingen waar je over na moet denken. Ja, het lijkt me een monsterlijke logistieke operatie, eerlijk gezegd. Je zegt inderdaad dat dat een hele grote klus is. Zou je daarbij ook hulp kunnen krijgen als UvA of als universiteit van buiten, met mensen die daar meer ervaring mee hebben? Hoe doen jullie dat in het crisisteam? Nou, wat we in het crisisteam, we doen eigenlijk twee dingen. We hebben onze contacten met de andere universiteiten en we delen dus heel veel ideeën, kennis en ervaringen uit. Nou, dat helpt enorm. En vervolgens zoeken we een weg die bij ons als Universiteit van Amsterdam past. We hebben 4 campussen. Elke campus heeft weer zijn eigen gebouwen, zijn eigen logistiek. Dus de kracht van de UvA is altijd de decentrale karakter geweest, maatwerk. Daar zijn decanen, directeur, bedrijfsvoerders, zijn daar echt absoluut van belang dat die het voor hun faculteit op een goede manier doen. En dan hebben we een aantal algemene contouren vanuit de UvA. Hoe borgen we veiligheid, dingen, de randvoorwaarden van het RIVM. Dus we verbinden zowel intern. En daar zijn verschillen kunnen prima, maatwerk. En we leren en maken gebruik van de ervaringen elders. En wij uiteraard geven ook onze ervaringen door. Ja, en als ik je goed beluister, zal het ook voor een deel toch misschien, als je het over 25% hebt bijvoorbeeld, van de gebouwen die je echt kunt benutten, voor een deel zal het toch altijd ook wel online blijven misschien. Voor een deel van het onderwijs. Ja, maar we doen nu dus ook de ervaring op. Kijk, ik heb een rothekel aan het woord uitdagingen en kansen in een periode die er ook gewoon enorm bij mensen inhakt. Hè? Ja. Maar tegelijkertijd zien we dat een aantal colleges prima online kunnen.
daar vinden we nu ook in korte tijd mogelijkheden uit om ook online dat betekenisvol te doen met ruimte voor online interactie. En we kunnen dus ook kijken hoe we dat kunnen laten vergezellen van werkgroepen, van onderwijsactiviteiten op de campus. En mogelijk is dat sowieso een model, dat heet dan ook vaak blended learning, ja, waar we toch de komende jaren veel meer gebruik van moeten maken. Ja, een van de onderdelen online ook vooral zijn de tentamens. Daar is vanuit studenten hoor je wel kritische geluiden over proctoring, zoals dat heet, en de privacy aspecten die daarbij een rol spelen. Wij schreven vandaag of gisteren ook al dat we, of dat de UvA bij de faculteit Economie 3 pilots heeft draaien, toch? Om te kijken hoe dat op de beste manier kan. Is er geen ander alternatief, voor zover jij weet, om dat beter te doen op dit moment? Als het gaat om online tentaminering, als er een goed ander alternatief was, hadden we denk ik al gevonden. Er lopen nu 2 pilots zijn geweest bij economie. Die worden heel precies geëvalueerd, met name op privacy aspecten. Daar willen we de komende, 2 weken ook een besluit over gaan nemen. Onder welke voorwaarden kunnen we dat veilig doen met respect voor privacy? En daar is dan natuurlijk ook bij onze security officers de gegevensbescherming allemaal bij betrokken. Ja. En waar we ook hoge waarde aan hechten, want we snappen de zorgen van studenten heel erg goed. Dus de online tentaminering moet op zo'n manier worden ingericht dat data niet opgeslagen worden, enzovoort, enzovoort. En wij willen ook zoeken naar studenten die dit niet kunnen, omdat je bijvoorbeeld de apparatuur niet hebt. Of je echt principieel bezwaren tegen blijven houden, ondanks de waarborgen voor dataopslag, dat we die via de examencommissies ook een alternatief kunnen bieden. Ja, voor sommige studenten, zoals internationale studenten die inmiddels terug zijn gegaan naar hun land van herkomst, is het natuurlijk ook bijna niet anders te doen dan online. Hè? Dus dat zal ook meespelen, denk ik. Nou ja, we moeten in de huidige situatie roeien met de riemen die we hebben. Maar we moeten dat wel op een verantwoorde manier doen. En privacy is daarbij zonder meer een belangrijke prioriteit. En ook studenten het comfort bieden dat je een uitweg hebt, nogmaals via examencommissies, als je dit onder geen enkel beding wil. Nou, ik denk dat we dan voor een groot deel, hoop ik, de angel eruit hebben. Nou ja, privacy en roeien met de riemen die je hebt, dat zal minister De Jonge van Volksgezondheid jou na kunnen zeggen. We hebben gezien dat hij 7 bedrijven, waar het volgens mij allemaal de opdracht had gegeven om een app te ontwikkelen, die zou kunnen helpen om corona te bestrijden, in ieder geval de contacten in beeld te brengen. Nou, dat is behoorlijk mislukt. Zou de minister niet eens aan de UvA en andere universiteiten moeten vragen hoe het wel moet? Nou, dat lijkt me heel verstandig. Maar volgens mij was Nathalie Helberg, een van onze universiteitshoogleraren AI bij de rechtsfaculteit, was daar ook al bij betrokken. Dus je ziet nu ook dat gebeurt en dat is fijn. Ja, dat is ook goed. Ja. We hebben toch heel snel heel veel dingen weer besproken met elkaar. Vind jij dat we iets missen nog? Wil je iets toevoegen zelf, Geert? Ja, wat ik wel goed vind om toe te voegen, wat ik meldde de vorige keer, hoe ontzettend onder de indruk ik niet alleen van het werk van docenten ben, maar vooral ook wat zo'n ICTS-afdeling, de ICTO-mensen, echt in korte tijd ondersteunen met elkaar weken te realiseren. Maar ik liep hier net het pand bij, want ik moest even op het werk zijn. En dan zie ik dus ook de portiers die mogelijk maken, letterlijk door daar gewoon te zijn, dat studenten en medewerkers van de panden gebruik maken. Je ziet facility servers, hoe ze bekijken hoe we stap voor stap kunnen opschalen. Maar ook rondgereden hebben, letterlijk met bureaustoelen,
om te zorgen dat mensen arbotechnisch thuis goed kunnen werken. Dus al die ondersteunende mensen, ja, weet je, die doen het vaak achter de gordijnen, onzichtbaar. Echt veel complimenten en een pluim op de kop. Nou, dat is dan ook maar gezegd. Heel goed. Dankjewel voor je tijd weer. En we zien elkaar snel weer voor de volgende aflevering. Alle gezondheid en goed voor jou. Dag. Dag.